Vanavond is de gig. Is dat al helemaal uitverkocht? Want het is namelijk een duo optreden, zou ik maar zeggen. Ja, dat zeg je goed, inderdaad. Want het is niet voorprogramma of iets dergelijks. Maar echt een duo optreden, inderdaad. Mama's Gun en ik. En ja. Er zijn nog wel kaarten. Ah, oké. Okay. Ja, Mama's Gun, dat is toch, die zijn hier morgen namelijk, die gasten. Echt te gek. En die gast, Andy van Mama's Gun, die heeft dan ook weer voor jouw plaat dingen geschreven. Ja, geproduceerd. Hij heeft 3 liedjes geproduceerd op mijn album. Ja. En hoe kwam hij dan in jouw leven, als ik vragen mag? Nou ja, ik was in Londen. Ja. Daar was ik aan het schrijven. Met schrijvers die ik alweer eerder had ontmoet. Nou, blablabla, dan wordt het een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, toen gingen we 's avonds gewoon even gezellig uit en drinken. En dan heb je daar een tent en dat heet de Lockout. Ja. En daar staan heel veel, zeg maar, beginnende bandjes. En daar stond Mama's Gun. Okay. En dat zag ik. En toen dacht ik, wow, dat is vet. En ik had ook snel door dat hij zelf behoorlijk, zeg maar, de regie in handen had en zo. En nou ja, dan ga je dus gewoon op het internet en dan kom je heel snel achter dingen. En dan ga je dus via de officiële weg zo contact zoeken en zo ging het. Lachen. Nou, ja. Die Mama's Gun is hier morgen. Misschien dat je straks nog eventjes een vraag voor Andy of een van de andere bandleden kan verzinnen. Dat we die even doorpasen. Ja. Maar eerst, wat ga je doen? Nou, ik dacht, misschien is het leuk om van Rihanna Rude Boy te doen. Dus deze, weet je wel? Ja. Nou ja, voor de mensen die hem niet kennen, die hebben nu wel een beetje een beeld. Want het gaat even anders worden. Het gaat namelijk op z'n Dennis. Ja. Dus haar uitvoering van Rihanna's Rude Boy hoor je nu live. Can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, baby, take it, love me. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, baby, love me, love me, love me. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we can get it on, yeah. We can get it on, yeah. Do you like it, boy? I won't, won't. What you want, won't, won't. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I won't, won't, won't. What you want.
Jezus. Ja, dat is even een uitvoering, zeg. Mood Boy van Rihanna. Nou, heel vaak weer de tekst. Veel leuker dan het origineel. Helemaal super. Mensen die zeggen, nou, ik hou helemaal niet van Rihanna, maar dit is gaaf. SMS Patrick. Kijk, dit is dus echt de muziek. Top. Chicken Skin, SMS Kitty. Ik voel een Rude Boy in mezelf opkomen. Gaaf. Holy shit. Zet op de plaat. Dat soort dingen allemaal. Heerlijk, wij zijn van de partij vanavond. Het SMS Mark en Cynthia. Ja, op het moment dat je er niet bij kan zijn. Ze komt ook gewoon nog naar je toe, hoor. Ze staat in het voorprogramma van Christian Hof. En dat is bijvoorbeeld in Manifesto in Hoorn. In Evenaar, Eindhoven Jackst op 15 april. 22 april in Paard. En dan komt ze 23 april in Harms. Patronaat, Attack, Enschede. Kortom, binnenkort ook bij jou in de buurt. Dennis dus, en die plaat Bland, die is dan... nou ja, vandaag is de release, maar hij is al gewoon uit. Te gek, hè, Dennis? Cool, hè? Echt, echt heel tof. Hey, en trouwens, ik sta met Chris samen. En Chris staat dan in het voorprogramma, maar dat maakt op zich niet uit. Oh, okay. Maar wat vond je ervan? Dat was wel vet, hè? Ja, was heel vet. Echt heel gaaf, ja. Tof. Echt.